We zijn in het ROC beland. Nou, Nina is er ook. En we zijn onderweg naar de afdeling techniek. We zijn hier in het nieuwe techniekhuis van Twente en het is in een oud gebouw wat wij omtoveren tot een opleidingscentrum, zeg maar, voor de bouw, waarin de bouw, elektrotechniek, maar ook het loodgieteren, installatietechniek en schilders, zeg maar, verenigd zijn om met elkaar, zeg maar, de praktijkopleiding en het theoretisch onderwijs te gaan. We zijn tijdens de verbouwing gewoon open en de opleiding gaat gewoon door. Dus leerlingen kunnen zich ook nu nog aanmelden en in de opleiding komen 4 lokalen in gebruik. Okay. Voor de bouw en voor de schilders. En straks wordt de hele bovenste ring, wordt de ROC, en waar theoretisch onderwijs gegeven wordt. Super, bedankt. We gaan nog even rondkijken. Succes. Dankjewel. Wij zijn vertellen dat we hopen dat heel veel ondernemers komen die hier komen kijken. Omdat het ook voor hun belangrijk is om te zien dat de jongens goed opgeleid worden. Dat gebeurt dus hier eigenlijk in dit opleidingscentrum. Dan heb je verschillende richtingen. Dit is dan installatietechniek, dat geeft dus de bouw. Daar heb je natuurlijk al de schilderstudies hebben gehoord. Dus, en dan kunnen ze zien dat ze hier op een goede plek zitten. Straks kwaliteitsgerichte monteur. Hi, ik ben Richard Goed, ik ben instructeur hier bij jullie in Nederland. Installatiewerk Noord-Oost en Flevoland. En ik doe voornamelijk de jongens opleiden op het gebied van installatietechniek, verwarming, monteurs, loodgieters. Nou, zoals je net zag, een stukje lastig. Als die straks klaar is, gaan we. Nou, we hebben Sieben hier. Sieben die is nog bezig met de opleiding, ja. Toch? Heb ik dat goed? Ja? En hoe lang doe je dat nu? 1,5 jaar. Oké. Bevalt het? Ja, goed. En ga je dan werken leren? Of zit je hier gewoon fulltime op school? Maar wel 4 dagen werken hier na school. Oké. Via mijn neef ben ik hier gekomen. Mijn neef had zich aangemeld hier voor loodgieten. En hij zei dat het helemaal geweldig was. En toen heb ik hier een meeloopdag gedaan. En toen heb ik me ook aangemeld omdat ik het ook wel heel leuk vond. Gegaan? Ik doe nu werkvoorbereiding. Ik zit nu op kantoor. Ik heb 2 jaar de bouw gedaan. En ik heb 2 en 3 afgesloten. En nu zit ik er nu 4 voor kantoor werkvoorbereiding. Ja, het is gewoon geweldig eigenlijk. Ook vrouwen kunnen dit, ja. Maar ik vind het alleen maar mooi als een vrouw op de bouw is. En gaan aanboeren en lachen. Het is niet dat ze je niet waarderen of zo. Ze helpen je vooral met alles, omdat je toch wel een vrouw bent. Maar het is wel echt heel leuk. Wat doe jij precies? Ik doe allround timmeren niveau 3. Ja, gezellig met alle jongens en zo. Je kunt echt veel lol maken. En, ja, 1 dag ga ik naar school. En daar ga je uiteindelijk ook heen als je opleiding af hebt gedaan? Ja, je krijgt gewoon vanuit school krijg je, zeg maar, eerst een stagebedrijf aangeboden. En daarna kun je daarin verder als het goed is. Okay. Als je het bedrijf leuk vindt en bij je past. De praktijk kun je eigenlijk uitvoeren. En ze hebben ook buiten een huis staan, geven ze aan. Dat willen ze eigenlijk helemaal opbouwen. En echt gewoon met elke vak. Kracht die er eigenlijk hier is, willen ze het samen op gaan bouwen. Dus wat gebeurt er wanneer de elektricien geweest is? Wanneer kan de schilder erbij? En dan in een goede volgorde. Dus dat klinkt wel super leuk. Heel interessant. Ik werk voor eBay, waar Christy ook zit. Ik ben marketingmedewerker en ik zorg er dus voor dat meer jongeren in de techniek kunnen krijgen. En dat proberen we via Christy ook nog niet van te maken. Oké, en hoe doen jullie dat met Christy? We hebben Christy laatst geïnterviewd. En dat doen we dan op social media, campagnes, maar ook gewoon nieuwsbrieven naar jongeren versturen. Maar we staan ook op heel veel beurzen en open dagen. Nou, wij zijn echt super enthousiast. Echt hele aardige mensen allemaal. Vond je niet, Nina? Ja, superleuk. Ook die vrouwen in de bouw, echt respect. Ja, echt stoere mensen. En iedereen was echt heel erg, het sneeuw trouwens, dus vandaar dat we een beetje raar kijken. Maar iedereen was heel behulpzaam om alles te vertellen. Nou ja, daar ga je natuurlijk ook wel van uit met een open dag, maar toch, hè. Ik bedoel, ook nog op de camera komen, terwijl het niet je ding is. Het is echt super cool. Ja, dat is echt leuk. En jullie moeten je echt aanmelden. Op deze school of op een andere school natuurlijk, op een andere locatie, als dit niet in de buurt voor je is.
Maar dit is wel echt heel erg mooi. Nou, wij zijn niet echt van die camera mensen. Ik ben Leo. Dit vind je toch kriebels. Ja, dat snappen we. Dit is voor ons ook wel zo hoor.